Een goede training? Ja. Ja, dat is best wel belangrijk, want ja, anders kom je nergens, denk ik. Ik ben met korfbal gestopt omdat, ja, omdat de trainers stom waren. Ik begon me een beetje te vervelen, want het was iedere week hetzelfde. En het was een hele strenge lerares. Ja, toen ik 11 was of zo, ging ik naar een hogere groep. En de lerares, dan wilde je zeg maar, ik wilde wat serieuzer behandeld worden. Maar de lerares behandelde me nog steeds als een klein kind. Ze kopen ook heel vaak op een training en dan lassen ze het af. Omdat er dan te weinig mensen zijn en daar leer je natuurlijk ook niks van. Nou ja, dan zei je bijvoorbeeld, je mag ook wel zelf suggesties geven op de dansen. En dan gaf ik er één en dan zei ze van, ja nou dat is toch niet zo handig hè. Mijn trainer zegt zelf ook tegen het hele team van als je school gaat voor de sport. Als je niet kan komen naar de training of niet naar de wedstrijd, dan hoeft dat ook niet. Mijn vader was trainer van iemand en dan ja, gaat zijn zoontje dan hoger rang geven in het team. Of aanvoerder of zo. Ja, mensen kunnen daar niet tegen. Het was gewoon meer doordat de kinderen die snapten heel veel lessen niet. Dus elke keer, als ze het niet snapten, moesten we elke keer de les. Daarna moesten we elke keer dezelfde les herhalen. Hou het leuk, zou ik zeggen. Niet te serieus. Want dan, en laat iedereen meespelen, zeg maar niet alleen de beste. Ja, de trainers aardiger en ja, chiller.